Talks, where TechZine analysts bridge the gap between IT solutions and the people who need them. Techsign is your single source of truth. For more information and insights, visit techzine.nl or techzine.eu. Don't forget to subscribe to this podcast. Welkom bij een nieuwe aflevering van Techsign Talks, en uh, de aflevering toch een beetje beginnen met slecht nieuws, Sander, want het onderwerp uh, stemt niet heel uh, positief. De open source wereld wordt steeds minder open. En ja. hoe komt dat? Ja, nou, ik dacht dat je wilde beginnen met het feit dat we dit, deze aflevering voor de tweede keer opnemen. Omdat, <laughs> ja, uh, dat, dat, ook, ja. dat stemde me ook <laughs> een beetje zonde. Dat stemde me ook erg zonde. Ja. Uh, we hebben uh, net een uh, aflevering opgenomen van 35 minuten. En toen keek ik op onze mixer. En toen zei ik: Hij ah, is niet aan het opnemen. En toen dacht ik eerlijk, ik dacht eerst dat het aan mezelf lag. Dat ik vergeten was op het knopje te drukken. Van record. Alleen het bleek dat het geheugenkaartje vol was. En kennelijk geeft de mixer dan geen foutmelding. En zet hij hem gewoon uit. En. Moet je zelf het lampje maar in de gaten houden of zo. Dus uh, mocht dit lampje ooit groen worden, dan is het niet goed. Dus mocht je er ooit zien halverwege de opname, dan trek vooral aan de bel. Ja, en wat heet dat ding ook weer? De, de rode Pro. Uh... Ja, de rode ProCaster Pro 2 of zo, iets in die ja. richting. Ja, moet er, er moet een feature bij. Ja, daar wel. gaan we in elk geval even tegenaan zeuren dat het echt niet kan. Want uh, als je gewoon, er zit een heel groot dis display op, daar had prima Error op kunnen staan, denk ik dan. Ja, of een paar lampjes te knippen of zo. Dat zou wel handig zijn. <coughs> Lijkt mij. Ja, in elk geval iets. Maar, uh, nee, open ja. source wordt minder open, of wat was het ook weer? De open source open source wordt steeds minder open, oh, ja, en dan komt de, dat? Goed onthouden ook. Ja, dat is natuurlijk een beetje afhankelijk van waar je, waar je naar kijkt. Maar het onderwerp van vandaag is inderdaad uh, zijn bepaalde bedrijven... die uh, tot, tot, tot voor kort open source... Um, een warm hart toedraagden. Uh, droegen. Droegen. Mm. Um, uh, die, die nu in één keer met, met licenties, uh, met, met nieuwe licentietypes aankomen zakken. Waardoor je uh, moet betalen. Ja, want uh, uh, uiteindelijk om een onderscheid te maken. Hè, dus het open source is verder van niet meer open, natuurlijk. Dat is alleen bij dat soort bedrijven die daar een soort van businessmodel omheen gebouwd hebben. En nu misschien denken van nou, moeten we. Toch met andere licenties komen om misschien winstgevender te worden, of, hè, of ja. wat de reden ook is. Het gaat dan dus niet om de stichtingen zoals de CNCF? Nee, kijk, daar, is, daar, daar is geen sprake van. Dat, uh, daar, is zelfs, daar, daar werkt het zelfs wel een beetje tegen, zodat ze zo radicaal open source zijn. Want als je daar met, uh, met, met het concept opinionation aankomt, zeg maar, dus dat je een bepaalde stack gaat bouwen waarbij je zelf al beslissingen neemt voor de developer die er later nog mee aan de slag moet, of uh, de partij mm -hmm. die later mee aan de slag moet. Dan uh, wordt hij al met pek en veren de, de tent uit dus, ja, Plus uh, het zijn stichtingen. Ze hebben geen winst oogmerkt. Dat, nee, dat helpt dus, natuurlijk nou, dus een beetje. Da, da, dan gaat het ook helemaal niet gebeuren. Dus dat, uh, ik denk ook dat het oprichtingsstatuut dat waarschijnlijk niet toe zal staan. Om, uh, nee, meer te ook, dat, is ook, dat is ook op zich niet het onderwerp. Natuurlijk, maar om even een du duidelijk te maken. En Dan heb je ook nog de, 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 uh, de grote jongens die, die open source inzetten. Ter meerdere en glorie van hun eigen producten. Ja, uh, die, die uh, hebben er ook genoeg. En daar ja. hebben we het ook in principe niet over. Je hebt uh, recent nog een mooi, mooi voorbeeld van Oracle die een data warehouse op een bepaald moment niet openen wil maken voor andere datastores en data warehouses. zodat ze meer data door hun eigen omgeving kunnen. Ja. Uh, kunnen nee, jassen. het gaat echt om, om, om bedrijven die uh, software ontwikkelen, dat open source maken en beschikbaar stellen. En, en vaak geld verdienen met de support en de ondersteuning en de migratie en de installatie, en dan maar op. En die nu denken, ja, daar hebben we toch een beetje last van. Laten we ja. dan toch maar zorgen dat mensen allemaal moeten betalen voor de licentie. Of in elk geval als commercieel gebruikt wordt. Ja. En daar, wordt dus, daar, daar gaan we wat, uh, wat, wat dieper op in. Mocht je onze podcast nou elke week waarderen, vergeet je dan niet te abonneren op Destiny Talks. Dat kan via Apple, Spotify en Google. Dat brengt mooi ja mocht mooi mocht je onze podcast elke week kunnen waarderen vergeet het niet te waarderen toch... oh abonneren. abonneren dat bedoel ik ja. je mag ons ook waarderen vijf sterren graag. apple en spotify dat, dat komen we straks op hè. <laughs> dat is een, het einde van het spelletje dat altijd ja, ja. zeker nee maar uh, nee nou, ja, we hebben dus natuurlijk begonnen tenminste uh, de eerste keer hoe ver we terug gaan vandaag in ieder geval is was natuurlijk 2018 volgens mij dat de MongoDB zei we gaan uh, SSPL uh, server side uh, public licensing doen uh, zeker en uh, ja, dan heb je natuurlijk het hele REL-verhaal deze zomer gehad. De, search heb je er tussendoor de, de, nog de, gehad. De REL-REL, zoals ik die altijd wil noemen. Ja. Uh, en uh, nou, deze week uh, kwam uh, HashiCorp, of in ieder geval, als mensen het luisteren, waarschijnlijk een paar weken geleden. Maar. Kwam, uh, HashiCorp, ja. Kwam, HashiCorp het nieuws, die, uh, die met een business. PSL, BSL, wat is het ook weer? De Business Source License. De Business Source License kwam over, van die mooie namen. Ja, ik vind wel dat we het even heel kort moeten uitleggen. De, de SSPL, waar zowel MongoDB als Elasticsearch voor gekozen hebben, de Service side Public License. Dat betekent dat op het moment dat je dat product, dus MongoDB of Elasticsearch, aanbiedt aan derde partijen, bijvoorbeeld as a service, dan moet je een commerciële licentie betalen. Ja. En ja, daar was niet iedereen blij mee. Um, en, nee, dat, en die, B, die, BSL, die die werkt iets anders. Daar, daar is het nog wat vager, vind, vind, vind ik, die van, van HashiCorp. Ja, die was inderdaad een beetje vaag. Want eigenlijk zeggen die: um, zodra je onze producten commercieel gebruikt, moet je betalen. Tenzij je een grote partner bent, niet, niet met ons concurreert en juist zorgt voor meer business. Ja, dan mag je toch gratis gebruiken, want dan, he, dan verdienen we er toch wel aan, maar op een andere manier. Ja, en dan ligt waarschijnlijk de eindbeslissing voor. Wat dat is, ligt het uiteraard bij HashiCorp. Dus ja, even... dus zij bepalen wie, uh, wie er moet betalen en wie niet. Dus niet dat heel... zal vaak zijn, je moet betalen. En heel weinig, je hoeft niet te betalen. Dat betaalden. denk ik ook. Het is in ieder geval niet heel open. Nee, nee. Dat is <laughs> <was laughs> toch een beetje jammer bij open source clubs. Maar ja. ja, kijk, we moeten denk ik wel even stilstaan... bij de verschillende bedrijven. Want ik denk ook dat zo'n beslissing misschien niet Altijd op dezelfde manier is ingegeven. Um, en nee, de effecten en, een, daarvan ook. Je, niet. Je noemde er nu een paar, maar er zijn er nog meer. Hè. Je ja. Voor mij Cockroach, DB heeft het ook gedaan. Confluent heeft het ook gedaan. Redis, volgens mij ook. Uh, dus ja, het is, het is wel, het is wel uh, gangbaar, uh, hoe zeg je dat ook weer, een uh, normaal pandoor in, uh, in, in, de, in de wereld. Dat je dat op een duur gewoon doet. En daar moeten redenen voor zijn. En op zich, ik heb er in principe ook helemaal niks tegen. Als, als je dat doet. Het is, oh. het, is, het is je eigen bedrijf, je, eigen, je, 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 ja, je, bent, je bent er zelf mee bezig. Uh, dus je, ja, je... maar ik, nee, ik ben het er, er niet helemaal mee eens. Om er een keer oneens met je te zijn. Ik vind, je hebt gekozen ooit voor een open source benadering. He, om samen met de open source community je product te ontwikkelen. Op het moment dat je dan zegt, ik wil er heel veel geld aan verdienen... en ik wil geld zien en ik, wil, en ik ga tegen de open source gedachte goed in... Ja. Ik... Vind ik toch ook een ja, beetje. Er bent dan niet mee getrouwd. Dan denk ik dat ook zeggen, van ik wil, ik wil het niet meer. Dat is toch dat, als je, als je, Zelfs als je trouwt, dan kun je, je ook zeggen: ik wil het niet <laughs> kan meer. ja, je kan scheiden. Ja, dat kan. Dus, dat kan hier toch ook. Want kan maar dan gewoon... moet je zeggen: ik ben niet meer open source. Dan moet je gewoon zeggen: ja. nee, ja, dat is natuurlijk het punt. Want uiteindelijk, de, de basale de, de, de discussie is in principe: wat is nou in vredesnaam nou nog open source? Want zij zullen zichzelf nog steeds wel blijven aanprijzen als open source partijen. Ja, daar ben ik niet mee eens. Toch? Terwijl dat dan niet meer zo is. Op ieder geval niet zo... Onder, onder de de free open source software paraplu zoals dat dan, zoals dat in de weer het wereldje zo heet ja maar want dit, dit is meer uh, source available source code available achtige dingen dus je kunt je kunt nog steeds wel je kunt je kunt nog steeds wel zien en je ziet precies de source code alleen je mag er dan vrijwel niks meer mee ja dan uh, ja dan is het ook niet meer uh, dan ja dan kun je inderdaad erover twisten of het uh, in hoeverre dat open source is ja. Maar, maar in principe, nogmaals, ik heb er niet echt iets op tegen. Als je dat wil, dan moet je het doen. Ja, weet je? Alleen die moet dan wel bereid zijn om de consequenties daarvan te accepteren. En, ja, ja. En die kunnen best groot zijn. Want ik denk dat heel veel partijen zich daar wel op uh, in vergist hebben. Ja, ja misschien zijn het. Zijn het zijn het, uh, het ligt er een beetje aan. Nou, kijk, als kijk. we nou uh, um, um, MongoDB is het misschien goed mee weggekomen. In ja, Elastic Search is er niet zo goed mee weggekomen, want die zeiden we kiezen voor die SSPL en Amazon heeft heel veel of had op dat moment heel veel Elastic Search instances waar al die klanten voor moesten gaan betalen. En Amazon dacht ja, dus dat is een beetje dus die hebben toen gezegd, nou dan komen wij met een fork Open Search en ja, dat, 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 dat was een directe concurrent en die uh, uh, die groeit ook heel hard en die, 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 die inmiddels kan je zoals in Google Cloud en bij Azure. Overal wordt dat open search aangeboden en Elastic heeft daar echt wel onder te lijden. Dan nou heb je in de vorige opname verteld <laughs> dat zelfs de ontwikkeling van Elasticsearch zeg maar een beetje afneemt. Ja, nee, die nee, van dus, dus open search. Die consequenties neemt. zijn er wel. Alleen, het is natuurlijk de vraag in hoeverre dat dan uh, opweegt tegen de, de extra inkomsten, of in ieder geval, uh, die dit soort beslissingen met zich meebrengen voor die bedrijven natuurlijk. Dus ja, is, het is gewoon een zakelijke keuze. En ja, ik, ik heb er in, in de basis niet heel veel problemen mee. Uh, je moet alleen inderdaad ook zeggen, uh, daar da gaan wel dingen gebeuren. Het, uh, volgens mij uh, met dat rel verhaal uh, uh, Red Hat heeft besloten om, uh, om, om de, 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 de source code van. Maar ja, die REL. hebben niet echt een ander licentiemodel gekozen. Nee, die, hebben... die hebben gewoon voor gekozen om die code private te maken. Ja. Alleen nog beschikbaar voor enterprise-licenties. Ja, ja, hele grote enterprise-klanten geloof ik. Ja, dan, 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 dan denk ik van ja, oké, okay, nou, nou, als ze dat willen dan moeten we doen, maar dan moet je ook... En, en, maar nu is ook Suze is nu gekomen met een fork daarvan. Ja, dus, dus wat het eerste was, is dat um, REL had, uh, had het Enterprise Linux en daarvan was al een, al een soort klonen, die heette CentOS. Hè, die hebben we heel lang gehad. Dat was gewoon een op een kopie van CentOS. Alleen voor REL moest je licentie afnemen en voor CentOS niet, dus zoveel bedrijven kozen voor CentOS heeft Red Hat CentOS eerst overgenomen. Hebben ze een paar jaar zo laten bestaan. En toen hebben ze de stekker uitgetrokken. Toen hebben ze gezegd, nee, dat doen we niet meer. We komen nou met CentOS Stream. En dat was dan een soort beta-versie van, van RHEL. Veel minder stabiel, geen long-term support. Dus daar waren al heel veel mensen in de open source-wereld best wel boos over. Want CentOS werd hun afgenomen, als het ware. Vervolgens um, biedt uh, Red Hat uh, CentOS Stream hetzelfde. Um, en... en, en wat je toen kreeg was dat je had je ARC en Rocky Linux. Dat waren nieuwe in, 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 initiatieven van derde partijen. En die pakten gewoon die source pakketten van Gel. En die zetten ze in de markt. En die boden ze dan ook support en dergelijke voor aan. En zeiden ze, nou dan heb je alsnog een soort centos alternatief. Hè, wat dan gratis is. Ja. Um, nou, en om dat dan tegen te werken, heeft Red nu gezegd. Nou, dan gaan we die broncode gewoon wegzetten. Dat niemand daar zo bij kan. Alleen nog hele grote enterprise klanten. Waardoor de toekomst van zo'n. Rocky en, en dingen, op de helling is gekomen, want die kunnen ze nu gewoon niet meer volhouden. Ja, maar datzelfde geldt toch ook dan voor de toekomst van Rail zelf? Want die gaan ongetwijfeld minder contributors doorkrijgen... en minder, uh, minder liefde uit de, uit de, uit de community nemen. Ja, nou, die, die, nou, ja, daar hadden ze dus een oplossing voor bedacht. Dat is dan CentOS 3, want daar kan iedereen heel actief aan meedoen. Ja, maar, maar dat en werkt dus niet goed. Dus, uh, nee, want daar heeft ja. uh, Ark of Rocky, een van de twee, had dat geprobeerd. Hè. Die hadden qua een of, andere, een of andere grote bug gevonden. Die hebben ze gemeld bij, bij Red Reddit. Kunnen jullie dat fixen? Kunnen jullie deze... Hè, we hebben de code aangepast, verbeterd. Kunnen jullie die, 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 die wijziging opnemen? Nou, we vond Rel allemaal geen prioriteit hebben. Pas toen uh, de Founder de media opzocht en daar een aantal artikeltjes over verschenen. Oh ja, toen zei Rel: Ja, dat hadden we misschien toch anders aan moeten pakken. Maar ze hebben duidelijk laten zien dat dat hele Centro-Westring totaal geen prioriteit ging. Nou, dat is wel interessant. Dat iets soortgelijks is er gebeurd volgens de, uh, volgens de, volgens de CEO van uh, van Pulumi, die, die een infrastructure-as-code uh, platform aanbiedt. Ja. Um, die hebben ook meerdere keren uh, upstream, uh, zeg maar, bugfixes aangegeven bij voor Terraform, maar daar ging uh, HashiCorp ook niet op in. Dus die hebben uiteindelijk zelf allemaal forks moeten draaien ja. om om het om het, om die bugs niet, niet in, hun, in hun omgevingen te krijgen. Ja, echt... dus, dus ja, je kunt je ook afvragen in hoeverre de sowieso al wel die grens was. Maar relf dus wel een beetje de grens van het acceptabele binnen die open source gemeenschap denk ik opgezocht. Want buiten het feit dat iedereen er zo boos was over het feit dat ze cent wesnake banken al ander gedraaid, toen een aantal jaren hadden besloten. Nou, dan gaan we ook nu die, 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 die pakketten wegzetten. Nou, toen bleek ook dat het bugfeitje totaal geen zin had. Ja, weet je, je roept een beetje jezelf af. Toen kwam eerst Soeze met het nieuws. Nou, dan gaan wij, komen wij met een, met een REL-fork. Dat we de Red Hat Compatible OS aanbieden. Um, nou, we weten van Oracle, die hebben al jarenlang Oracle Linux. Dat is ook gewoon een, een complete kopie van, van, van REL. Maar ja, die kunnen ze niet meer maken. En ja, dan is het wachten op het moment. Nou, dat duurde niet heel lang, ik geloof ik een week of twee. En uh, toen kwam de, de Open ELA uit de doeken. En dat was een samenwerking tussen uh, Soeze. Oracle en CEQ. -E en CEQ is ah, weer van Rocky Linux, Linux, geloof ja. ik. Um, ja, en die gaan nu samenwerken in een nieuwe enterprise Linux, die dan gebaseerd is op REL en die backwards compatible is, of downstream compatible zoals we dat zo mooi noemen, met REL uh, 8, 9 en mogelijk zelfs nog 7. Ja, en, 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 dan, en dan vind ik het juist ook wel, wel interessant dat, dat, dat Oracle en Red Hat juist samen uh, recent hebben aangekondigd dat ze Rel op OCI aan gaan bieden. Ja, maar ze denken ook dat elke public cloud. Nee, uh, maar dat, dat vind ik maar, maar ja, maar niet elke public cloud vender is nu tegen Rel aan het keren natuurlijk. En dat Oracle nee. nu in principe wel. Dus dat, dat vind ik allemaal wel geinig. Ik bedoel, zo werkt het gewoon. En dat uh, is op zich. Uh, die ik vind, vind er niet per se iets van hoor, maar ik vind het wel interessant. Nou, vooral spelers speler als Oracle, die weet toch prima hoe je geld kan verdienen met licenties. Hè? Ja. <laughs> ja, en dat is tenzijde, zeg maar. Als je kijkt naar wat ze met, uh, met MySQL gedaan hebben. Uh, dat hebben ze opnieuw overgenomen. Ja, nou, ze hebben een heel. Um, Hitler <coughs> bedrijf. Ik ja. kan even niet de naam komen. Eh. Uh, in ieder geval, die hebben dat die, die hebben er op het uur overgenomen als onderdeel van een grotere overname. En Sun Microsystems? Ja, dat is van Sun was het, ja. ja. Maar die, um, um, uh, die, zijn, die zijn nu met dat MySQL juist ook een beetje, die, hebben, die trekken het steeds verder naar zichzelf toe. Dan wordt een beetje de. de dus ze ontwikkelen het nog steeds heel erg uh, uitgebreid. Alleen het wordt wel steeds meer een heel veel features, specifiek voor Oracle-omgevingen en dat soort dingen die er dan toegevoegd worden. Dus ja, dan. Ja. Uh, maar er zijn heel veel volks van, wil wil ik weten. Maar ja, natuurlijk. Ja, well, en MySQL is sowieso wel een beetje eh, niet meer zo populair, zeg maar. Als, uh, nee, nee. Is Post Postgres uh, is daar wel uh, behoorlijk overheen aan het klappen inmiddels. Maar... Ja, en uh, MariaDB en al die anderen ook. Dus uh, nee, uh, er zijn alternatieven genoeg. Ja. Um, maar goed, daar, daar ging het eigenlijk helemaal niet over. Maar... Nee, nee, maar om even terug te komen naar dat meer open source. Want wat ik me een beetje afvraag is... Um, komt het niet allemaal gewoon terug op geld? Gewoon op... Puur plat geld verdienen en nou, ik denk het wel. En de... misschien de eisen van aandeelhouders. Want um, zeker bij HashiCorp zie je dat heel sterk. Die hebben een IPO gedaan een tijdje terug. En de, Twee jaar geleden worden, ja. en, en, en de waarde van hun aandeel is inmiddels nog iets van 30% van wat het tijdens de IPO was. Um, Naar nou, winsten draaien is ook iets waar ze niet zo heel goed in zijn, begreep ik. Um, dus uh, ja, en je hebt toch een beetje in IT-land met aandeelhouders en investeerders. Dat die, hè, zeker als je kijkt naar, naar partijen die niet open source zijn, maar wel hard groeien binnen het IT-landschap. Dat horen wij wel vaker van bedrijven. We praten over groeicijfers van tientallen procenten. Hè. Het, 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 het geld klotst tegen de plinten omhoog. Um, de verwachting bij investeerders, bij, bij, bij IT-partijen die enigszins gehyped worden, is toch wel dat de groei heel ho hoog is. We hoeven ze niet eens zozeer winst te draaien, dan maakt die aandeelhouders vaak niet eens zoveel uit. Als de groei er maar is. Als ze, ja. maar, als ze maar een grote groei zien. Maar nou ja, op, op, op een duur gaat er ook wel een keer een, een Ja, het hebben einde. we hebben het bijvoorbeeld bij Nutanix gezien. Die ja. ze hebben ook gewoon, weet ik veel, een kleine tien jaar. Het ene gat het andere gat opgevuld, zeg maar. Maar wel hard gegroeid maar, altijd. Hard gegroeid, maar op een duur. Zag je daar toch wel een keer... Hè, op een duur zijn we toch gekozen. We gaan toch met de pliancy stoppen, want dat is allemaal. Daar ja. verdienen we te weinig op. En, en je, er is wel een paar jaar geweest dat daar een soort van. Ja, bezinningsmoment kwam. Wat ja. gaan we nu doen? Want we moeten nu wel en toen is op het duurde al de CEO gekomen. Dat je dat, dat en nu draaien ze winst. En nu draait ze winst. Maar zo'n zo'n wasjekorp zo heeft ook nog nooit winst gedraaid volgens mij. Nee, dus, en uh, de groei is misschien ook een beetje uit. Ja. En dan krijg je toch van die aandeelhouders die zeggen: <hijen> "En en maar ja, de vraag is kan je als investeerder en aandeelhouder wel dezelfde eisen stellen die je aan een aan een zeg maar zeer commercieel niet open source bedrijf stelt... als die je ook stelt aan zo'n open source club. Want ik denk dat met een open source product... waar je dan hè, support voor levert, denk ik het allemaal... kan je gewoon simpelweg nooit zoveel geld verdienen, denk ik... als wanneer je ook het product zelf kan vermarkten. Nee, dat, 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 dat denk ik ook. Want <Klacht> het is misschien niet lullig bedoeld... maar als je kijkt naar, naar Red Hat... gewoon aan zich, even buiten alle filosofie dan Is dat een, een, een voor de, voor de IBM-overname, zeg maar? Was dat gewoon een succesvol bedrijf met heel veel mooie producten? Alleen ja, het was: het, het is best een het is, een, het is een aardig bedrijf, maar het is niet zo extreem groot als andere techbedrijven. Kwartier ja, personeel, de omzet op 3,5 miljard of zo. 4 miljard? Ja, en. Het groeide ook nooit zo extreem hard als andere bedrijven, maar dat heeft ook denk ik toch met die open source gedachten te maken. Dat, Als dat, ze dat als ze dat wel allemaal closed source hadden kunnen voor was het waarschijnlijk misschien wel een techgigant zo groot geweest dan, als vele anderen. Ja, maar dat is inderdaad, je, 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 je kiest voor de gestage druppel in principe als je open source noemt. Je gaat met z'n allen ga je gestaag ga je bouwen. He, met, met commits hier en commits daar en zoveel met honderden, honderdduizenden dingen verder. En op een duur heb je dan, komt er dan weer iets nieuws? En, en dus ja, dat is dat, dat is denk ik denk inherent inderdaad aan, uh, aan, aan open source. Dat je niet moet verwachten dat je het, 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 wat ze in andere bij andere bedrijven rocket ships noemen, dat ga je gewoon niet krijgen bij een open source nee. bedrijf. Dat van zijn levensdagen niet, maar moeten we dan. Voortaan, als we open source, als we nou nieuwe open source partijen tegenkomen hè, Dat gebeurt nog wel eens, dan komt er iets nieuws op eh, en die kiezen ervoor om een IPO te doen, moet dat dadelijk een soort wet flag zijn van hé, hey, die gaan misschien wel eens hun licentiemodel in de toekomst aanpassen, want ze krijgen dadelijk lastige aandeelhouders die die willen meer centen zien. Want eh, zelfs Soes heeft bekendgemaakt dat ze weer privé gaan, dus die willen zichzelf van de beurs halen. Nou ja, de, de, de redenen daarvoor die, die zijn niet helemaal helder. Maar vaak he, wijst het toch een beetje op dat ze van lastige aandeelhouders af willen. Of tenminste, dat ze niet geconfronteerd willen worden met eisen van aandeelhouders die tegen de filosofie van bedrijven, of in dit geval de open source wereld, ingaan. Ja. Ja, dat zou kunnen. Ik, ik denk dat het best mogelijk... Is. Kijk, als, 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 als je dat allemaal van tevoren gewoon heel duidelijk maakt en iedereen is het daarmee eens, dan... dan, dan, dan dan kun je dat prima doen. Maar ik denk inderdaad dat... er zit best wel fundamenteel een uh, wat, uh, wat wrijving tussen, tussen IPO's... En, uh, en open source bedrijven, dan denk ik. Ja, daar heb je wel gelijk in, denk ik. Ja, dus ik, uh, ja, ik ben wel benieuwd hoe dat dan in de toekomst... Uh, ja, of, dat, of dat we dit nog vaker gaan zien. Want uiteindelijk, ja... De titel was van deze podcast uh, Open Source wordt steeds minder open. Is dat, wordt dat een trend? Dat we, dat we toch een beetje twee soorten open source werelden gaan zien. Ja, maar uiteindelijk. Dat, 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 is, dat hou je altijd, denk ik. Ik denk dat het ook gewoon een kwestie van schaal is. Op een duur wordt het ook gewoon te groot om het nog allemaal voor liefdewerk op papier te kunnen doen, denk ik. Um, ja, Rent um, heeft een track record van uh, 20 jaar of zo, zonder ja, maar, IBM. Ja, maar kennelijk. Uh, kennelijk is het is, is, is ja, dat zal voor elke platform voor elke uh, ontwikkeling zal, zal dat plafond ergens anders liggen, maar het kan best zijn dat de duur iets echt gewoon te groot wordt om nog helemaal zelf uh, om dat, om dat echt als open source in de markt te zetten. Ik, ik weet het niet. Ik, ik doe het maar ja, maar, op, uh, maar dat zeg je nu wel. Maar ik ben wel benieuwd hoe de hoe Rel zich dan verder gaat ontwikkelen, want ik denk dat veel uh, hè, Red dat doet natuurlijk zelf het grootste deel van de ontwikkeling. Maar ja, wat die contributors bijdragen is toch altijd wel welkom. En ik denk wel dat dat minder zal worden. Nou ja, dat, Zeker dat, nu, nu Soez en Oracle met, met een open alternatief komen. Ja, en dat is ook, en dat, 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 ze garanderen ook compatibiliteit met de uh, ja. rel volgens mij. Dus het is, het is, het is een fork die, ja, waar misschien ook wel heel veel partijen... die nu in de rel zitten toch daar naartoe gaan overstappen. Dat ze gaan denken van nou gaan we daar maar eens uh, ons ding in doen. Maar ja, dan, um, uh, dan zou het best wel eens uh, op termijn uh, niet per se positief uit kunnen pakken voor, uh, voor REL. Maar ja, dat zal nog wel lang duren hoor. Dit, dit, zijn geen, uh, dit, dit is niet iets van, de, van, uh, van een jaar. Uh, het is het, en ik weet ook niet precies wat de overkoepelende plannen zijn vanuit Red Hat natuurlijk met, uh, met het hele, dat hele besturingssysteem. Dus misschien hebben ze er wel andere ideeën bij. Ik heb geen idee. Of heeft IBM er andere ideeën bij? Want ik krijg toch wel een beetje het idee dat IBM. Langzaam maar zeker wel een beetje aan het redhead. Ja, redhead aan het, Red uh, 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 yeah, Red het knappen is. Ja, dat on ontkennen ze overigens wel. Hè? Dit was een uh, interne Red Hat beslissing. En daar had IBM niks mee te maken. Ja, dat kan. Dat, dat, ik zou niet zeggen dat het per se zo is. Maar vorig jaar heeft, heeft Red Hat ook een uh, gedeelte van, uh, van, van, van IBM van, van Red Hat Storage in hun eigen IBM Storage uh, uh, portfolio gevouwen. Dus langzaam maar zeker beginnen ze toch wel wat, uh, wat dingetjes. Uh, ja, niet zozeer te pikken, maar... Over, <laughs> over, te over te nemen. Maar hebben ze het overgenomen dat het niet meer door Red Hat wordt aangeboden? Of wordt het door allebei aangeboden? Ja, dan zou ik even terug moeten zoeken hoe dat okay. precies zat. Uh, ja, dat vroeg me volgens, volgens mij werd het formeel echt onderdeel van het, uh, het IBM-portfolio. Oh, Omdat nee. het daar een beetje verloren bij stond in het, het Red Hat-portfolio, was, was het argument. Ja, oké. Okay. Ja, dus ja, um. nou ja... Maar ik denk dat het juist... Ik, de, aan de andere kant is het misschien ook wel weer een onderdeel van, van de normale gang van zaken uh, binnen open source. Want als er natuurlijk eentje verdwijnt, en je gaat nu met die, die, uh, die samenwerking tussen Oracle en Suze en, uh, en dat Rocky Linux bedrijf mm -hmm. wat er boven zit, ja. uh, komen er ook weer nieuwe dingen. En uh, je ziet uh, waar ik het eerder al over had, uh, dat Pulumi is een, is een vrij veelbelovende nieuwe open source speler op de, um, op de, op de, op de, op de infrastructureless code markt. Ja, nou, dan ja, denk een IPO doen? Nou, <laughs> nog niet, denk ik. Maar die uh, <coughs> zit nog uh, volgens mij in uh, Series B of serie C. Nou, uh, series okay. dus, uh, en dat gaat ook niet zo hard momenteel in de. In de, in nee, de, in de, in de het is in die momenteel die geen vetpot. Nee, maar dus, dus het opent ook weer gewoon de deuren voor, uh, voor, 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 voor nieuwe, betere dingen. Want ik, 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 hoop, ik heb inmiddels ook wel uit meerdere hoeken gehoord. dat, dat bijvoorbeeld zo'n Terraform, dat is wel echt tamelijk bewerkelijk omdat uh, dat, dat moet sneller kunnen in de huidige maatschappij, in, in de huidige development uh, cycles. Okay. En, en dat is ook iets wat dan zo'n Pulumi dat doet. Uh, zonder dat ik er nou per se heel fan van ben. Maar dat zag er in ieder geval heel erg goed uit. En ik hoorde ook vanuit andere partijen die erbij samenwerken goede verhalen over. Uh, dus ja, er, moet ook wel een, er moet ook wel een stap gezet worden. En misschien is dat wel de reden waarom ze nu zeggen: joh, we gaan misschien wat meer dingen in eigen hand nemen of zo. Omdat we, dat, omdat we dan daar meer op kunnen sturen. Ik heb geen idee. Maar ja, dus ik, uh, ik denk dat, er, dat, het, dat het juist ook heel veel innovatie en, uh, en ontwikkeling uh, gaat, uh, met zich mee gaat brengen. Ja. Maar denk je dat je nog goed geld kan verdienen met open source vandaag de dag? Ja, dus, uh, we hadden er al eerder al over. Volgens mij is het nooit heel makkelijk geweest om heel veel geld te verdienen met open source. Maar, uh, nee, heel veel, maar genoeg. Ja, genoeg wel. Het lijkt me, het lijkt me niet zo'n probleem. Er zijn genoeg problemen die je op moet lossen in de, in de wereld. Dus uh, daar kan open source kan er een prima rol in spelen, volgens mij. Ja. Oké. Okay. Nou, ik denk dat we weer wat duiding hebben gebracht over uh, dat de open source wereld minder open wordt, maar toch nog kansen biedt. Of, uh, is dat is een beetje. Uh... Ja, nee, ik, nieuwe ik denk, kansen. Ik denk dat het allemaal wel meevalt. Kijk, uh, het zijn, uh, Dit zijn gewoon zakelijke beslissingen van die partijen. Ja, uh, ik zie wel, ik had, dat misschien was het laatste wel interessant. Die, um, die oprichter van, van Percona, die Peter Zaits die heeft een. Uh, een tijdje geleden een uh, artikeltje gepubliceerd op, op, een op een andere website, waarin hij nog wat, wat dingen naast elkaar legt. En hij heeft een paar interessante grafiekjes in gezet. En dan zie je wel dat, er, dat dit soort beslissingen dus wel een, echt wel een, een impact hebben op, uh, zowel op uh, dat Elastic toen uh, het Open OpenSearch kwam, ja. en op MongoDB toen ze die beslissing genomen hebben, van joh, we gaan andere, een andere licentiemodel uh, hanteren. En ja, wat minder mensen bijdragen aan de code ja. van, de, van, de, van de source, zeg maar. Ja, het is ook gewoon uh, behoorlijk ingekakt. Ja, ja en, dat, en, en op zich is dat, dat op de niet, dat is ook niet, nog niet eens per se. Hè, want voor hetzelfde hadden we was het ook eens gecalculeerd. Uh, ja, kan het als, als reddings- en op zelf genoeg ontwikkelaars hebben, dan kunnen ze er gewoon mee doorgaan. Alleen, uh, ja, de vraag is wel: die mensen die in die open source community zitten, die, die wel heel veel bijdragen, waar gaan die naartoe? Want als die naar een direct concurrerend platform gaan, ja dan kan het soms wel pijnlijk zijn. Ja, misschien is het ook gewoon even wennen. Dat kan ja, ook. Hè, dat dat, kan dat ook. de eerste reactie is van we gaan, uh, we, we doen het niet en daarna gaat het weer een beetje omhoog. Dat kan ook. Ja. Ja, in het geval van Red Hat, ik denk dat uh, um, uh, <laughs> dat ze de verstandige gaan doen om zich even koest te houden. En uh, mocht IBM nog meer commerciële plannen hebben, dan zal het voor duidelijk worden, toch? Ja, ik, 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 ik heb geen reden om, om aan te nemen dat IBM hier per se achter zit hoor. Maar, uh, nee, ik ook niet. Maar uh, ze zeggen zelf ook van niet, dus daar moeten we in principe gewoon van uitgaan. Um. Ja, maar ik denk dat onderaan de streep goed is dat dat, en daarom maken we deze podcast ook. Um, dat het goed is dat mensen snappen wat het verschil is tussen open source uh, en source available uh, software. Ja, en, dat, uh, en, die, en die licenties die erachter zitten. Kijk, en, en, en uh, begrijp me niet verkeerd, als je die source-available software hebt, zoals die met die nieuwe licentiestructuur nu ook gewoon bij die andere, bij, de, 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 bij dit soort partijen zijn, dat biedt je nog steeds veel meer mogelijkheden dan, uh, dan, dan wanneer je volledig propriëtaire uh, uh, software doet. Ja, en heel, veel en heel veel van die licenties zijn niet eens heel duur. Hè? Het hangt er een beetje vanaf hoeveel je ze gebruikt en hoe extreem, et cetera. De, de, en, en soms is het niet erg om ergens voor te betalen, mensen. Ja, support dus, is af en toe best handig. Dus ook, het is uiteindelijk ook gewoon een principiële discussie natuurlijk. En dat vind ik ja. altijd, dat, daarom vind ik dat dit soort discussies altijd een beetje gevaarlijk. Want ik volg de open source wereld al behoorlijk lang inmiddels. En dan, ja. elke keer als je dan op zo'n kubicon bent... dan kom je toch heel vaak weer op van die, van die, van die gesprekken. Ja, wat is dit nou wel echt open source? Denk, ja, als, je over, als, je, als je met van die van die puurheid-argumenten uh, ja, het, het, ja, het is een gevaarlijk woord, maar het is een soort geloof. Hè? Het is echt een cultuur, het is een overtuiging. En dat moet binnen de lijntjes blijven. Kijk, en, en wat het natuurlijk ook is... het is mensen zijn ergens aan gewend. Kijk, zo'n rel, dat bestaat al uh, 25 jaar. En was 25 jaar was de broncode beschikbaar... en iedereen kon het gratis gebruiken. En, en, en daar wordt nu aan getorrend. En het is gewoon... en dat, 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 ja, dat is natuurlijk ook zo. Rel is een heel goed product en dat met maken mensen graag gebruik van, want het biedt stabiliteit en, ja. een, en en een betrouwbare OS. Ja, en dat pak je een beetje af van de mensen die het gratis gebruikten. En ja, dan worden mensen een beetje boos. Dus ja, daar da is ook een beetje de situatie die vooraf gecreëerd is waar aan getorrend wordt. Ja, um, ja dus, dus dat en um, ja, je je kan voor open source zijn, je kan uh, tegen dit soort licentiemodellen zijn. Um, maar je kan er ook ergens tussenin zitten en, en willen betalen voor de software die voor jou echt waardevol is. En, en, ja. en, en er, staat, er komen altijd alternatieven voor terug. Dat, dat, dat is het, al... de Onder andere de streep wordt, wordt de, de open source wereld hier echt niet minder van. Alleen ja, we gaan er misschien... Dingen komen die er misschien anders niet gekomen waren. Ja. Dus het wordt er misschien wel wat, 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 wat complexer van. Dat zou kunnen. Dat je, ja, dat je heel veel producten naast elkaar hebt, die ja. enigszins uh, toch wel veel ja. op elkaar lijken, maar ja. allemaal een ander licentiemodel hebben. Ja, ja. Dat, dat, dat zou nog kunnen. Maar ja, goed, dat is, uh, dat is dan jammer. Ja. Ja. Oké, okay. nou ik denk dat we rond zijn. Bedankt voor het luisteren. Mocht je nou uh, collega's, vrienden, familie uh, of andere bekenden hebben... Die, uh, die helemaal into open source zijn... of uh, veel gebruik maken van de eerder genoemde oplossingen en producten... deel deze aflevering dan met hem of haar. En uh, doe dat via de bekende sociale kanalen. Um, en uh, als je dit nog niet gedaan hebt, je kan je abonneren op Techsign Talks. Dat kan via Apple, Spotify, Google en vele andere diensten. Doe dat ook en dan uh, zien we je volgende week of horen we je volgende week. Nee, je hoort ons nog. Je hoort ons volgende week weer. Ja, dat moet ik zeggen. Ja, ja, ja. Oh, dat was de verkeerde tune. Techsign Talks. Bedankt voor het luisteren. Vergeet ons niet te reten. We ontvangen graag 5 sterren op Apple of Spotify. Visit techzine.nl or techzine.eu. Don't forget to subscribe to this podcast.